Heb jij een YouTube-kanaal en te weinig abonnees? Dan moet je zeker deze video even kijken, want ik geef je vier strategische plekken waar je een Abonneerbutton of een Abonneerlink kunt plaatsen, zodat je meer abonnees krijgt. Dus kijk even met me mee. Als eerste ga je naar de rechterbovenhoek. Je klikt op Create a Studio. En dan ga ik naar een video die ik nog moet bewerken met annotaties. Je klikt op Info en instellingen. Dan ga je naar aantekeningen. Mijn naam is Gijs en dan video... nou wil ik een annotatie toevoegen. Met als doel dat mensen door gaan klikken of gaan abonneren. Dus ik ga even naar het einde van de video Kijk, en Op het moment dat die abonneerknop. Het is nu nog geen knop, want er zit nog geen annotatie achter. Dus dit is nog niet aanklikbaar. En daar ga ik een aanklikbare subscribe button of abonneer button van maken. Ik klik op annotatie toevoegen. Ik doe spotlight. Dan zie je dat er hier een vierkantje komt. Die zet ik er overheen. En dan zet ik er een link achter. Dan zet ik de video. En dan druk ik op video en dan ga ik naar abonneren. En dan pak ik even de link. En die zet ik erin. CTRL V. Opslaan. Wijziging toepassen. En zo direct als deze video live is. En aan het einde kun je dus dan daarop klikken. Ik laat het nog even doorlopen. Kijk, en nou zijn er drie video's die afspelen. En daar ga ik ook weer een annotatie overheen zetten. Uh, dan pak ik het spotlight. Die zet ik dan over de bewegende video heen rek hem ietsje uit ik zeg opslaan toepassen en deze verwijst naar mijn youtube cursus dus dan pak ik even de link van mijn afspeellijst dan ga ik even naar ja, afspeellijsten dan pak ik zo de link control -c. c dan zet ik hem in de link en dit gaat naar een afspeellijst. Ctrl V. Ik trek hem even helemaal naar achter. Opslaan. Wijziging toepassen. En dan doe ik mijn volgende annotatie. En die gaat weer naar een andere video: en dat is YouTube intro maken. En dan kopieer ik weer de link. Ik Klik op de link en dit is gewoon een verwijzing, een annotatie naar een volgende video. Ik druk op opslaan, wijziging toepassen. Pak ik weer een annotatie en die zet ik hier overheen. En zo. En dat is weer de abonneer-button. En dan kopieer ik weer de link erin. Ctrl V, Ctrl V, Opslaan, Wijziging toepassen. Doe ik nog een nieuwe annotatie? Spotlight. Zo. En dan plak ik de link weer erin, Opslaan, Wijziging toepassen. En nu heb je dus aan het einde een annotatie en kunnen mensen daadwerkelijk ook doorklikken naar een andere video, naar een afspeellijst of naar een andere video of zich abonneren. Dan kan je ook nog op een andere manier mensen stimuleren om te abonneren, dan ga je vervolgens naar Create a Studio. Dan ga je naar Kanaal weergeven. Dan ga je naar het penseeltje. Dan zeg je links bewerken. En nou zie je dat hier, abonneer op dit kanaal, daar heb ik ook weer die subscribe link neergezet. Dus die voeg je toe. Dit kun je gewoon typen: abonneer op dit kanaal. Je zegt gereed. Bij je kanaal een abonneerbutton. Maar er is ook nog een andere manier. Om een abonneer-button altijd in je scherm rechts onderin te krijgen, dan ga je naar Creator Studio, dan ga je naar kanaal, dan ga je naar branding. En nou zie je dat je hier dus een plaatje kunt uploaden. Dat noemen ze branding watermerk. Je kunt daar je logo kwijt. Of je kunt daar een abonneerbutton neerzetten of iets anders. Maar wil je nou meer abonnees krijgen, dan zou ik je zeker adviseren: eh, download even een plaatje of maak zelf een plaatje met abonneer nu of abonneer hier. En die kun je dus automatisch bij elke video rechts onderin laten verschijnen. Nou is er ook nog een andere manier om meer subscribers te krijgen. En dat is om naar je video te gaan. En dan nou kun je hier in je beschrijving van je video, kun je een link plaatsen. Nou kan je die hele lange link gebruiken die ik hier had. Maar je kunt ook naar een programmaatje gaan. Ik zal het even laten zien. Je kunt naar een programma gaan, dat heet Google URL Shortener. Dat houdt in dat je dus je URL korter kan maken. Hetzelfde eigenlijk uh, wat je ook bijvoorbeeld voor Twitter kunt doen, maar... In dit specifieke geval maak ik hem even korter omdat het gewoon compacter is in je beschrijving en ook makkelijker is. Dus daar klik je op. Dan typ je je link in. Je zegt shorten. En dan krijg je dus een kleine link. Die kopieer je. En die kun je dan plaatsen in je beschrijving. Zo wordt de kans natuurlijk groter dat mensen gaan abonneren. Want ze hebben dan en rechtsbovenin een abonneerbutton. Ze hebben een abonneerbutton die continu rechtsonderin in je video is. Aan het einde van je video roep je natuurlijk ook mensen op tot uh, subscriben. Maar je hebt ook nog een plaatje waar je een annotatie achter zet. Zodat mensen kunnen uh, subscriben. En in je beschrijving. Dus dan heb je eigenlijk wel het maximale eruit gehaald wat je kan doen om mensen. Te laten subscriben. Dus oproepen tot subscriber: een button rechts onderin, rechtsbovenin bij je social's kun je een button plaatsen en bij je beschrijving. Wil je nou weten hoe je zo'n subscription- of abonneerlink maakt? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Wat je doet is dit stukje, vraagteken, sub- underscore, confirmation is 1, zet je achter jouw YouTube-kanaalnaam. Als je nou wil weten wat je YouTube-kanaalnaam is, dan ga je even rechtsbovenin. Je gaat naar Create Studio. Dan ga je naar Kanaal weergeven. En dan zie je hier linksbovenin zie je jouw YouTube-kanaalnaam. Nou, Die kopieer je even, bijvoorbeeld naar een tekst-editor of een uh, notepad of iets anders. En dan het enige wat je hoeft te doen, is dit stukje zet je erachter. En die link, die kun je dus gebruiken overal uh, om mensen zich te laten subscriben. Het kan natuurlijk ook zijn dat je natuurlijk een andere YouTube naam hebt, omdat je al een geclaimde URL hebt. En dan is het deze, de aangepaste URL. En dan doe je eigenlijk gewoon weer hetzelfde. Je zet dat laatste stukje, vraagteken, sub, underscore, confirmation is 1, zet je erachter. Ik zal dat ook even onderin in mijn beschrijving zetten, zodat je hem even kunt kopiëren. Maar dit is de manier dus om een subscribe link te maken. Heb jij na het bekijken van deze video nou nog steeds een YouTube vraag? Stel je vraag even hieronder en ik ga je vraag beantwoorden. Wil je nou echt alles weten over YouTube? Dan daag ik je uit om mijn volledige YouTube cursus eens te bekijken. waarin ik echt alles uitleg van A tot Z over hoe je nou een YouTube kanaal begint. Inricht, optimaliseert hoe je een video maakt, bewerkt, uploadt, hoe je een video laat renken. Echt alles over YouTube. Klik op de link hieronder om deze cursus te volgen of even aan het einde van deze video. Ik wil je bedanken voor het kijken en mocht je deze video leuk vinden, geef ons even een duimpje omhoog. Ik wil je bedanken voor het kijken en ik zie jou terug bij de volgende video. Wil je alles weten over YouTube? Bekijk dan gelijk de gratis YouTube-basiscursus of de volgende video over hoe je YouTube-intro kunt maken. Of de volgende video hoe je een YouTube-video kunt bewerken.